first dictum of medicine is, first do no harm. You turn that right upside down, and as soon as a doctor can get his hands on a child, he does the patient harm. That just gives you an indication of how far off base this is from any other medical procedure. Oh, ik vind het zo zielig altijd. Oh, ja. Mag ik je één vraag stellen? Jullie doen dit niet om religieuze redenen? Nee, echt puur hygiëne. Ja. En ik vind het mooier. Maar hopelijk hoef ik niet meer terug te komen. Ik kom echt niet terug. Parents don't note that circumcision removes half of the penile skin covering. Parents in the United States, or perhaps throughout the world, don't know that the foreskin is a highly nerve-laden, a very mobile part of the human anatomy that's vital to natural sexual function. Het dient voor iets. Het heeft een functie, die voorhuid. Ja. Ja. Waarom wordt het eraf gehaald? Dat heb ik me heel vaak afgevraagd. Ja. Maar ik vind zelfs dat het een soort bescherming is van de eikel, ja, als ik het zo mag noemen. Dus ik vraag me dat inderdaad nog steeds af. Waarom? Ja. Ik ook. Ja. Moeder wil er niet bij zijn? Durft ze niet. Nee? Ik knip altijd twee keer. Knowing what I know about the body parts that are removed, it's very disturbing to me to know that this child is going to live the rest of his life with a denuded, dried out, desensitized, calloused, scarified penis. Like we have. That doesn't function like a real penis. Like we have. Yes. If you look at their eyes, you see the look of betrayal in their faces and in their eyes. Yeah. The screams of the boys are the same as the screams of little girls. Is jongensbesnijdenis volgens u een vorm van genitale vernietiging? Ja, strikt genomen wel, want de voorhuid wordt afgesneden van de penis en dat is dan een vorm van mutilatie. Mm-hmm. Het is veel beter als je een kind heel laat, zoals die uit de baarmoeder komt. Mm-hmm. Zo is die af, zo is die compleet. Mm-hmm. En dan moet je daar niet dingen van afhalen of toevoegen, zeker als het medisch niet noodzakelijk is. Mm-hmm. Ik denk dat jongensbesnijdenis ernstiger is dan de incisie op de clitoris van een meisje. Er moet een discussie komen over de besnijdenis van minderjarige jongens in Nederland. En tegen mijn Joodse en moslimbroeders zou ik willen zeggen, denk nog eens goed na. Ikzelf heb mijn zoon niet besneden, dus ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om te breken met een traditie. Maar al kunt u het zich nauwelijks voorstellen, het is mogelijk om als onbesneden moslim of Jood door het leven te gaan en ook nog gelukkig te zijn. Wordt vervolgd.